Yo mensen, welkom bij een nieuwe mod review. Vandaag ga ik de Kuhn GF6502 zien van Fabian slash GoGo Beer en Luk 1. Deze kost 8000, 20 pk nodig, dat is heel weinig. 6,5 meter breed, 19 km per werksnelheid. Het is een schudder. De opties, alleen de kleur. Kijk, je hebt die tandjes die nu zwart zijn. Kijk, nu zijn ze rood. En nu zijn ze wit. Kijk, dit is hem. Kijk, hier met een kettingje hangt hij zo. Anders ligt hij heel laag op de grond. Kijk, hier weer die lampjes. Deze is 6 rotors. Hier een lichtjes. Hier zo'n oranje reflector. Ik ga even kijken hoe de kabeltjes weer aansluiten. Sluiten de twee aan. Zo beter laten zien. Oké, twee kabeltjes gaan zo. Voor de hydrauliek. Uitklappen. Dit is de hydrauliek. Twee hydrauliekstangen. Uitklappen. Nu ga ik hem even op de proef stellen. Hartstikke mooi. En dan kan je hem omhoog doen. Kijk, zo. Het mooiste vind ik om hem naar beneden te houden. Want dan schud je het nog een keer. En dan droogt het nog beter. Ik laat wel zien hoe we dat doen. Oh, dan laat hij één stukje over. Oké, dan ga ik even een andere tactiek bedenken. Dat ik hem helemaal doorrijden naar de andere kant. Ja, dat is wel goed. Zo. Nog steeds rondje, dat is ook wel leuk. Maar alles werkt, dus maakt niet uit hoe het doet. Om gras naar hooi te schudden. Daar gebruik je een schudder voor, maar heb je 19. Kan het gras drogen. Maar dit was de mod review. Ik hoop niet dat die een beetje kort was. Volgens mij wel, maar ja. Tot de volgende video. Abonneren, zeg ik later.